Israël. Ja, al dagen is het onrustig in Israël en de Gazastrook. En vannacht was het niet anders. Volgens Israël zijn er vanuit de Gazastrook alleen vannacht al 200 raketten afgevuurd op Israël. Andersom bombardeert dat land de Gazastrook ook flink. Het Israëlische leger meldde gisteren zelfs dat ze een grondoffensief zijn begonnen in de Gazastrook. Nou, dat bleek vervolgens toch anders te liggen. De troepen die staan wel aan de grens, klaar om daar naar binnen te gaan, maar ze zijn dus nog niet naar binnen gegaan. En dat de Israëli's daarmee dreigen, dat laat toch wel zien dat de situatie in enkele dagen flink is geëscaleerd. De laatste grote, omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. En tijdens dat conflict, dat toen 2 maanden lang woedde, kwamen meer dan 2200 inwoners van de Gazastrook om het leven. Nou, ondertussen is het conflict ook geïmporteerd naar het westen. We hebben natuurlijk in eigen land al wat anti-Israël demonstraties gezien, onder meer in Rotterdam en in Den Haag. In de VS werd een Joodse man al aangevallen bij zo'n demonstratie. En in Duitsland, daar liep het gisteren op sommige plekken ook uit de hand. Hier zien we beelden van een van de demonstraties. Maar in meerdere steden kwamen mensen daar bij elkaar om te protesteren tegen Israël en voor Palestina. In Mannheim sneuvelde een raam van een synagoge. In Berlijn stalen 2 personen een Israëlische vlag die voor het hoofdkwartier van de regeringspartij CDU hing. Die was daar opgehangen uit sympathie voor wat er op dit moment gaande is in Israël. En agenten grepen in bij een demonstratie in Hannover. Daar probeerden betogers een Israëlische vlag in brand te steken. Nou, vanwege al deze incidenten hebben de Duitse autoriteiten ook besloten om de beveiliging bij synagoges op te voeren. Dat is dus nog een tandje pittiger dan het al was. Ja, meneer Ellian, demonstraties, de synagoges zijn in gevaar. Wat zegt het u dat wij hier in Nederland en hier in Europa eigenlijk er ook zoveel van merken? Ja, het is verschrikkelijk. Het is gewoon een voorbeeld naar mijn mening van antisemitisme. Enerzijds heb je extreemrechts die antisemitische uitingen doen of handelingen. En anderzijds heb je migranten, vooral radicaal islamitische bewegingen, niet alle migranten. Kijk, wat het voor mij heel moeilijk maakt om deze mensen te begrijpen, is dit feit. Minder dan een week geleden 85 schoolkinderen, meisjes, zijn gedood, vermoord door een jihadi-groep in Kabul. Waar waren deze mensen? U bedoelt te zeggen dat omdat nu Israël aanvalt, omdat zij Joden haten. Waar zijn ze wanneer Erdogan honderden Koerden bombardeert? Vrouwen, kinderen, scholen. Waar is Kuzu van Denk? Waar is Azarkan? Die komen niet. Die komen alleen opdagen omdat ze Joden haten. En dat noemden wij altijd antisemitisme. En ik betreur het dat Europa aanvaardt dit, tolereert dit. Ja, hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Barend? Nou, je hoeft geen u te zeggen. Ja, ik krijg er van wat er gebeurt nu ten eerste verschrikkelijk. Ik heb net weer geappt met mijn familie en de kinderen slapen alweer dagen in de safe rooms. Want u heeft familie in Israël? Ja, veel familie. Dus het conflict daar is verschrikkelijk. Maar als we het over hebben over het importeren van het conflict hier naartoe. Ik vind het altijd heel moeilijk om uit te spreken wat u nu zegt. Omdat je zelf ook heel. Dan krijg ik zelf ook weer allemaal antisemitische reacties. Omdat ik zelf Joods ben. Mm. Maar ik vind het heel erg dat het hier naartoe geïmporteerd wordt. En dat dan dus het rechtstreeks ook opgehangen wordt aan Joden hier die niets doen. En heel veel Joden in Europa zijn ook trouwens ook in Nederland heel progressief en willen een 2-staten-oplossing. En zijn helemaal niet per definitie allemaal anti-Palestijn, als ik ook naar mezelf kijk. En het is al erg genoeg dat onze synagoges en onze scholen beveiligd moeten worden. En dat kinderen gewend zijn dat ze langs beveiliging moeten om naar school te gaan. Heel veel mensen realiseren zich dat niet in Nederland. En dit is, ja, weet je, ik hou iedere keer weer mijn hart vast. En zeker omdat er steeds meer mensen steeds meer macht op social media hebben. En ik ben een optimist en ik probeer juist met iedereen in vrede te leven. En als we dit dan weer importeren, ontstaat er weer verwijdering. En goed. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Nu eerst even naar Nikki. Ja. Want er is veel animo.